In deze les gaan we ons allereerste Kodi-programma ontwikkelen. We gaan een heel eenvoudig en gemakkelijk spel programmeren. Wij gaan Kodi toevoegen. We gaan Kodi uh, laten besturen door het toetsenbord. We gaan ook een heleboel rode en groene appels toevoegen. De bedoeling is dat je Kodi bestuurt om de rode appels op te eten. Maar eet je per ongeluk een groene appel, dan is het spel onmiddellijk gedaan. Game. Over. Laten we beginnen met de personages en de objecten toe te voegen aan onze wereld. We hebben hiervoor codegereedschap nodig. Die gaan we op onze wereld plaatsen. Maakt op zich nog niet echt uit waar. Dus je klikt maar ergens in je wereld om uw objecten wil uw objectenbibliotheek tevoorschijn te halen. We gaan code toevoegen als volgt. Codu wordt toegevoegd. We gaan Codu een ander kleurtje geven, dat is altijd interessanter. en Laten we werken met een gele Codu. Verder ga ik ook de grootte van Codu eventjes gaan wijzigen. Ik ga hem iets kleiner maken. En heel belangrijk ook voor, deze spel, voor dit spel is dat Codu niet te hoog boven de grond gaat, of hij gaat over de appels vliegen in plaats van deze op te eten. Ik ga er dus voor zorgen dat ik de hoogte wijzig. Rechtsklikken op Codu. Kiezen om de hoogte te wijzigen en probeer die zo ver mogelijk naar de grond toe te halen. Vervolgens gaan we een aantal objecten toevoegen, een aantal appeltjes, zowel rode appels als groene appeltjes. Opnieuw, dat ga je terugvinden in de objectenbibliotheek. En heb je hier het appelobject die je kunt gaan gebruiken, gaan we een aantal objecten, een paar appels toevoegen. Ah, een paar rode appels. In totaal 5. Maar we gaan ook een aantal appels toevoegen waarvan we de kleur gaan aanpassen. Opnieuw, ga die appel selecteren met je muis en dan kan je de kleur aanpassen van dit object. Dat doen we ook nog weer met een paar andere appels. We gaan ervoor zorgen dat het een beetje moeilijk krijgt. Zo, en daar nog eentje. Zo, dus we hebben nu een aantal rode appels, een aantal groene appels. Laten we beginnen. Als je een spel maakt of een programma schrijft, is het belangrijk dat je de opdracht opsplitst in verschillende makkelijkere deelopdrachten. Top-down design noemt dit. Laten we even kijken naar wat we precies nu moeten doen. Enerzijds, de eerste kant van het verhaal is dat we codu laten besturen met het toetsenbord. Tweede punt van het verhaal. Is dat hij de rode appels moet kunnen opeten. Het derde punt van het verhaal is: mocht hij een groene appel opeten, ...dat het spel gedaan is. We hebben dus in feite die drie deelproblemen voor ons spel die we afzonderlijk moeten kunnen oplossen. Om top-down design is bij deze afgelopen. Laten we beginnen met het gemakkelijkste, namelijk codu laten bewegen. Ik heb terug mijn codu, mijn uh, object tool voor nodig, objectengereedschap. Ik ga codu selecteren. Maak dat hij opgelicht is, rechts klikken. En dan gaan we beginnen te programmeren. Programmeren in code gebeurt telkens in een als-do-manier. Je gaat dus een voorwaarde toevoegen of een event, een gebeurtenis gaan bepalen. Als aan die gebeurtenis voldaan is, als die optreedt, dan ga je er een stuk code achter schrijven. Bijvoorbeeld, als wij de toetsenbord gaan gebruiken en meer bepaald de pijltjes van onze toetsenbord gaan gebruiken, gaan we code doen bewegen. Hoe doe je dat? Wel, je klikt op het plusje van de alstegel en je ziet hier al een aantal voorwaarden die je kunt gebruiken. Dat gaat van kijken naar botsen met paden werken. Komen we later zeker op nog terug. We kunnen ook scores gaan bijhouden. Muis, toetsenbord en gamepad gaan we natuurlijk gebruiken voor onze beweging. Maar ook touch, het aanraken van bepaalde objecten. Touch input vanuit een aanraakscherm, want vergeet niet heel veel. Uh, tablets met Windows 10 of Windows Mobile bestaan tegenwoordig ook al, kunnen die spellen dus ook gaan spelen. Klik je op meer natuurlijk, heb je nog meer voorwaarden die te maken hebben met tijd, met energie, met het raken van andere objecten, of van het veranderen van terrein van ondergrond of het veranderen van soort water. Maar opnieuw daarover later meer. Ons probleem is dat we Codu willen laten bewegen met het toetsenbord. Ik klik dus natuurlijk het toetsenbord aan, want die heb ik nodig. Niet bepaald een gewone toetsenbord, ik wil enkel de pijltjes gebruiken. Dus ik klik hier verder op het plusje en ik krijg in het nieuwe wieltje dat verschijnt de nummers, de letters, symbolen, noem maar op. Als je naar letters gaat, kun je individuele letters gaan kiezen, opnieuw bij meer andere letters. En je kunt eigenlijk zo heel het alfabet overlopen. Wat je ook kan doen natuurlijk is hier direct de pijltjes gaan gebruiken, want dit gaan we gebruiken voor onze codu te doen bewegen. Nu, wat moet er gebeuren als de pijltjes van ons toetsenbord worden aangeraakt? Wel, we gaan nu een actie moeten koppelen aan deze gebeurtenis. We gaan in onze do-blok een actie moeten toevoegen. Heel simpel in feite. We gaan ervoor zorgen dat Cody beweegt. Zo simpel is het. Onze eerste programma is aangemaakt. Ik kan dus perfect nu op escape duwen, op mijn play-knop duwen en ervoor zorgen dat Cody gaat bewegen en dat ik daar mee kan. Nu, je ziet als ik een appel aanraak of tegen een appel bots, dat er nog niet al te veel gebeurt. Ook de beweging van codu is vrij traag. We gaan kijken of we daar een aanpassing aan kunnen doen. Laten we terugkeren naar ons ontwerpweergave. We gaan terug ons objectengereedschap aanduiden: codu, rechtsklikken en programmeren. We gaan ervoor zorgen dat Code een beetje sneller beweegt. Dat doen we door hier op het plusje te klikken na bewegen. En dan kunnen we hier een aantal opties kiezen. Hoe moet hij gaan bewegen? Moet hij een pad volgen? Moet hij een beetje als een uh, zatte persoon wandelen? Moet hij gewoon rechtuit voor hem gaan zonder beweging te gaan? Of net hier het sneller en langzamer. Als ik hier bijvoorbeeld sneller aanduid, dan gaat hij in feite een beetje sneller wandelen dan normaal gezien wordt gedaan. Dit kan je tot drie keer... Aanpassen, je kunt tot drie keer sneller gaan dan de standaard snelheid van je codeu. Dan kan je in feite zo je codeu-object gaan versnellen. Pas op, het gaat misschien wat minder opvallen, maar codeu gaat inderdaad iets sneller door dan eerst gepland. De snelheid van code kan je natuurlijk gaan programmeren, maar kan je ook instellen in de instellingen van een bepaald object. Als je rechts klikt, heb je naast programmeren instellingen wijzigen. En dan heb je de eerste instelling die je tegenkomt: dat is de vermenigvuldiging van de voorwaartse snelheid, van de draaisnelheid, van de voorwaartse versnelling. En van de draaiversnelling. Opnieuw, je kunt hier telkens bepaalde hulp gaan hebben, maar je kunt dus hier de snelheid van een bot heel nauwkeurig gaan bepalen. 1 komt overeen met de normale snelheid, dus als je veelvouden van 1 gaat gebruiken, ga je je bot sneller laten werken. Ook de draaisnelheid natuurlijk kun je bepalen. Hoe snel gaat uw bot draaien als je links en rechts induwt op je toetsenbord, kan je ook hier gaan inzetten. Natuurlijk heb je dus naast de snelheid ook de voorwaartse versnelling. Hoe snel gaat u bot gaan versnellen. Ook hier kan je bijvoorbeeld een beetje gaan versnellen. Op het moment uh, dan zie je dat Codu veel sneller eigenlijk versnelt en veel meer of veel sneller gaat uh, antwoorden aan wat jij in je toetsenbord induwt. Laten we nu eens kijken naar ons tweede deelprobleem, namelijk, Codu moet in staat zijn om de rode appels te kunnen opeten. We gaan opnieuw onze Codio-object gaan programmeren door ons objectengereedschap aan te duiden en ons object, Codio-object te gaan selecteren. Dus we klikken daar met onze rechtermuisknop op, eens dat die geselecteerd is natuurlijk. We klikken op programmeren om ons programma verder te gaan. Nu, we gaan eens kijken wat er moet gebeuren. Wel, eerst en vooral moet die appels kunnen opeten. We gaan dus ergens een beweging, een stuk moeten programmeren, eh, waarna een contact geweest is tussen codeu en een appel. En even kijken welke opties we hebben. In onze als-blok zien we uiteindelijk naast de beweging en kijken enzovoort, dat we hier een zeer belangrijke item hebben, namelijk botsen. Dit zal een contact registreren tussen twee objecten. Reageer wanneer je eigenlijk een ander tegen een ander object botst, afhankelijk van kleurtype enzovoort. Die hebben wij nodig. Dus als code je botst tegen een appel. Ik ga ja, even opzoeken naar het object appel. Die zien we natuurlijk niet echt. We zullen moeten kijken naar objecten. Zit daar een appel in? Natuurlijk, hier zit een appel in. Zo. Maar niet zomaar elke appel, want we hebben hier zowel groene als rode appels. Dus we gaan nog op het plusje moeten klikken, want we gaan hier een aantal opties moeten aanpassen. Namelijk de kleur van het object waar je tegen bost. Ik zeg dus aan mijn programma, of ik programmeer, dat het gebeurtenis, het botsen is tegen een rode appel. Wat moet er gebeuren als ik bots tegen een rode appel? Wel, eigenlijk moet die appel weggaan. Die moet gaan verdwijnen. Ik ga in feite codu die appel laten opeten. Je hebt hier een item eten, die er gaat voor zorgen dat je een bepaald object kunt opeten. Nu, je ziet hier het object hut, waar, waar komt het op neer? Dat is eigenlijk het doelobject, namelijk het object waartegen je botst. Dus als code je botst tegen een rode appel zal codie het appel opeten. Opnieuw? dit gaan we eventjes testen. Duw op escape en op play. En dan kom je terug in je wereld. En dan ga je zien dat je de rode appels effectief kunt opeten. Maar de groene appels die potsen nog en die gaan niet weg. We gaan dus weer verder programmeren. We gaan er weer voor zorgen dat de groene appels ook kunnen opgegeten worden. We gaan onze codeobject object dus opnieuw moeten programmeren. Om dat te doen is het eigenlijk vrij simpel. We hebben hier namelijk al code geschreven voor het opeten van de rode appels. In feite kunnen we die lijn, regel 3, perfect gaan kopiëren. En dat doe je door rechts te klikken op het uh, rijnummer, kiezen voor kopiëren. Gaan we naar regel 3, kunnen we opnieuw rechts klikken en dan kan je daar uit het snelmenu kiezen voor plakken. Wat we nu nog moeten doen is de kleur veranderen. Namelijk, hij moet die groene appels ook kunnen opeten als hij er tegen botst. Dus verander die kleur in die tweede regel naar groen. Hij eet nu zowel de rode appels als hij er tegen botst, als de groene appels. Wat we nu nog moeten programmeren is dat het spel gedaan is op het moment dat hij botst tegen een groene appel. De voorwaarde is natuurlijk dezelfde als het opeten van die appel. Met dat verschil dat de actie die aan die voorwaarde gekoppeld is. Zal verschillen. Namelijk het spel zal beëindigen. Ik ga het mij gemakkelijk maken. Ik ga hier opnieuw die rij gaan plakken. Zodanig dat ik in feite kan bepalen of een andere actie kan gaan toekennen. Ja, kopiëren. Dan gaan we naar hier om die rij te gaan plakken. Kan ik dus in feite hier. Diezelfde als event gebruik, namelijk het botsen tegen een groene appel. Maar die actie hier, die verander ik. Ik kan dus eigenlijk die tegels gaan wegdoen door op delete te klikken. Namelijk, wat er hier moet doen, je moet niks meer opeten. Maar als ik een groene appel opgegeten heb, dan is het spel gedaan. Het spel gedaan, dat ga je natuurlijk bij speel terugvinden. Lijkt mij vrij logisch als je niet weet waar te zoeken. En dan zie je dat je het spel kunt winnen of kunt beëindigen. En in dit geval gaan we het spel beëindigen. Laten we nog eventjes kijken. Even spelen. Groene, groene appel opeten en het is game over. We hebben tegen een groene appel gebotst. We hebben een verliescenario nu. Laten we nu ook een win scenario toevoegen aan ons spel. Namelijk, wanneer is het spel gewonnen door de speler? Wel, je kan bepalen dat het spel verloren is als een groene appel opgegeten wordt. En dat het spel gewonnen is als de speler alle rode appels heeft opgegeten in uw speelveld. Laten we opnieuw programmeren. Laten we eens even kijken hoe we dat kunnen oplossen. We gaan dus terug ons object programmeren. En we gaan eens kijken bij de allesblok wat de verschillende mogelijkheden zijn. Wat de verschillende um, events, gebeurtenissen zijn die we kunnen koppelen aan het winnen. Wel in feite, wanneer zijn alle appels weg? Wel, als er geen appels meer zijn. Met andere woorden, als Kodu geen appels meer ziet. En we hebben hier een optie kijken. Dus, laten we die gebruiken. Kodu kijkt naar een appel. Een rode appel. We gaan die kleur daar natuurlijk van aanpassen. Maar hij ziet er geen meer. Hij ziet ze niet. Dus als Kodu geen rode appel meer ziet, dan zijn alle rode appels eigenlijk weg. Zijn alle appels met andere woorden opgegeten en is het spel gewonnen? Dus ga ik hier in de Doe terug naar mijn optie Speel en kan ik hier het gewonnen tegel gaan aanduiden om aan te geven dat het spel gewonnen is door de gebruiker. Laten we dit eventjes testen. We keren terug naar ons speelveld, alle appels worden geplaatst. Laten we eventjes voorzichtig zijn. Hop. Appeltjes, appeltjes, zo, zo. En inderdaad, alle appeltjes zijn opgegeten. Er staat nu winner, het spel is gewonnen. De speler heeft alle appels opgegeten. Zo, dit was het allereerste coduspel die we gemaakt hebben. Een zeer korte, kleine inleiding naar het programmeren van de objecten. Wat is er heel belangrijk? Wel dat het programmeren verloopt via het objectgereedschap. En dat je rechts moet klikken op een object om die te kunnen programmeren. Voilà. En dat het programmeren gebeurt in een als-do. Opstelling. Je bent echt begrensd door je eigen creativiteit, je eigen mogelijkheden. Dus probeer te experimenteren, probeer verschillende oplossingen te zoeken. Het is een ongelooflijk gemakkelijk programma in te programmeren. Volgende les bekijken we hoe we scoren toevoegen. We gaan ook bekijken hoe we paden, hoe we tegenstanders kunnen toevoegen, hoe we het schieten kunnen implementeren, hoe we kunnen werken met energieniveaus en health packs bijvoorbeeld. Al die mogelijkheden worden mooi toegelicht in. Komende lessen. Succes en tot de volgende keer!